Ter gelegenheid van de feestelijke presentatie van het boek De Fictiefabriek van Diederik Stapel en Anton Doutzenberg doe ik een tekst geschreven door Lilith Lunardi. En Lilith Lunardi is mijn avatar. Er zijn mensen die beweren dat ik ben verzonnen. Maar dat kun je van iedereen wel zeggen. Zoals de man in zijn makelaarspak die ik vanochtend zag lopen, zichzelf in een makelaarspak heeft verzonnen. En zoals de politicus die ik gisteravond op de televisie zag, in samenspraak met zijn adviseurs en spindokters zijn authentieke uitstraling heeft verzonnen, die het zo goed doet bij de kiezers. Zo heb ik mijzelf verzonnen. Ik heb mijzelf gedroomd en ik heb mijzelf vervolgens de vrijheid gegund om te bestaan. Er zijn andere mensen die zeggen dat ik de droom ben van een man. Alsof dat een misdrijf zou zijn. Omdat ik mezelf heb toegestaan te wandelen op hoge benen van verdriet door alle werelden die bedacht kunnen worden, klinkt de echo van mijn hoge hakken in de dromen van velen. Ik word graag begeerd, omdat ik zelf begeer als de beste. Ik ben soms net een mens. Kennen jullie dat ene verhaal? Pygmalion heette hij. Hij had een rare naam, omdat hij een oude Griek was. Hij was beeldhouwer, een kunstenaar. Hij wist wat schoonheid was, zullen we maar zeggen. En natuurlijk was hij verliefd op Afrodite, de godin van de begeerte. De mensen hebben de goden geschapen naar hun beeld. En Afrodite was de vleesgeworden fantasie van de lust. Of hoe zeg je dat? De fantasie van de vleesgeworden lust. Wie haar niet begeerde, had haar niet goed genoeg bedacht. En niemand kon haar beter bedenken dan de kunstenaar Pygmalion. Hij maakte een beeld van haar uit het blankste en duurste ivoor dat in die dagen verkrijgbaar was. Het was een werk van liefde. Het was een offer aan de godin. Het was een offer aan zijn eigen fantasie. En toen het beeld af was, nam hij haar mee naar bed. In platte mensenwoorden zou je zeggen dat hij de liefde met haar bedreef. Zoals een puistige computernerd een zelfontworpen opblaaspop neukt. Maar dat zijn platte mensenwoorden. Hij verenigde zich met zijn diepste verlangens. Het was de hoogste vorm van liefde. En de godin Afrodite begreep dat. En om hem te belonen, wekte ze het beeld tot leven. Ik heb het verhaal misschien niet helemaal goed verteld. Want nu lijkt het alsof er drie personages zijn. Pygmalion, Afrodite en het tot leven gewekte beeld. Maar zo is het niet. Ze zijn alle drie één en dezelfde persoon. Het is heel belangrijk om dat te begrijpen. Oké, het is niet makkelijk, dat geef ik toe. Maar wie het niet begrijpt, zal nooit begrijpen wat liefde is. Bijna niemand begrijpt het. Dat is het tragische. Ik lees natuurlijk geen boeken. Dat is iets voor lelijke vrouwen. Ik heb het veel te druk. Ik besta bij de gratie van de ogen die mij begeren. Degene die mij heeft bedacht, heeft mij dit verhaal verteld. Hij vertelt mij veel verhalen. Alleen maar om indruk op mij te maken, dat weet ik. Hij is soms wel een schatje. Maar hij begrijpt niets van vrouwen zoals ik. Het enige wat ik wil is dat hij nieuwe jurkjes voor mij koopt. En dat hij zo begrijpt wat liefde is.